Ja, ja. Hey, wat is dit nou? Herakles Heerenveen kijkers nu op een andere. Ik hoop dat hij het wel helemaal doet. Ik denk het wel, kijkers. Ik denk dat deze goed is. Als deze nou weer vast houdt, kijkers, dan kijk ik hem maar. Dan ga ik hem toch op YouTube zetten. Ik heb Herakles Heerenveen gekozen van april. Omdat Heerenveen in blauw-wit speelde. Hier in Almelo. Hier, dat is die Duitse, Frank Wormoed. Oh ja, oké. Kijk eens, daar is mijn medaille van scoreman van het jaar. Jullie wisten dat wel van. Lijkt dat die FIFA video, FIFA 19, aardig VVV, doet er op. Kijk eens. Het is zondag 6 oktober vandaag, om 11:15 hebben we ADO Den Haag, Ajax. Om 14:30. Fortuna zit het Feyenoord, om 16:45 is het Willem 2 aan zet. PSV, VVV, AZ wil natuurlijk revanche op die beker. Oh, kijk, misschien ga ik daar ook een keertje op reageren. Ja, kijk eens. Dit werd gewoon 2-1. Hier speelde Heerenveen in blauw-wit. Hoewel ze beide wit hebben, moet eigenlijk het andere team aan de shirt dragen. Sam Lammers! Sam Lammers? Nee, Lammers! Sam Lammers, nee. Win het die na die Dat is een mooie opening. Flap. Flap, flap, zo. Flap, pap. Nee joh. Is nou weer aan het regenen joh, kijkers. Oh. Oh ja, Loten. Hier, Johnny Jansen. Die moet ook weg bij Heerenveen. Waarom staat Heerenveen niet gewoon een gewone trainer aan? Zoals misschien Rojans of Gert-Jan Verbeek. Die heeft ook voor bij de clubs gevoetbald. Ja, hij is ook bij de trainer geweest van Heracles Almelo. Serieus? Maar Marjan heeft Van Amersfoort een overtreding gemaakt, dus gaat het feest niet door voor Heerenveen. Joey Coy ziet de overtreding en zegt geen doelpunt. En daar heeft hij gelijk in. Oudenberg, Van Amersfoort. Kijk eens, weet je niet welke ik heb gekozen? Kijk eens, ik heb voor deze gekozen. Nee, deze is beter. Zo. Nu was. Is er uiteindelijk bij Petersen. En de strafschop. Oh ja, strafschop. De bal gaat op de stip. Niet op de stip. Oh ja, kijk eens. Oh ja. De bal gaat op de stip. Boom. Zo. Wat een schop zeg. Die geeft gewoon een keiharde schop uit. Dit was speelronde 31, kijkers. Heracles Heerenveen is dit zo nou geweest. Dat was speelronde 1, toen werd het maar liefst 0-4. Voor de Vriezen. Dat was een vernedering. Vernedering. Nee joh! Lijkt als Henk Vriezen moet doodgeschoten worden. Hij hoeft gewoon geen nieuwe club te krijgen. Daarom moet hij 2 keer op de Graafschap reageren. Dus eigenlijk hadden we gisteren de Graafschap FC Twente, kijkers. Of eigenlijk Jong de Graafschap tegen FC Twente. Gisteren hadden we ook Vitesse de Graafschap. Oei. Lijkt als ze van de Brom terug moet naar Vitesse. Ja, ik denk het wel, kijkers. Ik denk dat hij ook een keertje ooit weer terug wil. Het is gewoon zijn club, kijkers. Maar hij komt uit Amersfoort. Maar hij heeft 12 jaar daar gespeeld. Dus Vitesse, die gaat er hard. Ja, die club zit 1-0 schaak. Nee, oh ja, hier ook straf. De bal gaat weer op de stip. Maar nu voor Heerenveen. Maar nu is die voor Heerenveen. Nu is die voor blauw-wit. Ja, terechte overtreding, vind ik. Solauwers. Hey, doe. Het is 1-1. Heracles Heerenveen. Ja, die club zit in. Oh, hier. Ik zie gewoon een beetje rook. 2 minuten extra tijd. Oh, wat dom zeg. Oh, wat dom. Blaswich. In de slotseconde van de eerste helft, als Heerenveen een dikke kans krijgt om op voorsprong te komen. Ja, absoluut. Blaswich. Staat van de buis over, ook omdat hij anders vrij snel onder druk gezet kan worden door Sam Lammers. Sam Lammers, nee joh. Hier nog langs komt bij Van der Buis. Dat is een goede actie van Lammers en dan probeert hij die bal richting verre hoek te sturen.
Dit werd 2-1. Kijkers voor Heracles. Oh, blauw. Oh ja, wist je nog? Maar dat was zo mooi. Lijkt als Henk Vreese moet doodgeschoten worden door Sonder Wolf. Maar het is wel zijn beste vriend. Kijk eens, fuck hem. Houdt geen nieuwe club te krijgen. Moet ik 2 keer op de gas op reageren? Het is echt een nachtmerrie. Het doet echt pijn in mijn buik. Het lijkt wel echt alsof het spookt. Het lijkt wel veel op die spookboerderij, dus dat. Ja. Nou ja, daar ga ik niet over beginnen. Ja, Van de Brom moet terug naar Vitesse. Ja, daar hoort hij thuis. Kik, Piri. Nee, die gaat naar Ajax. Kijk eens, en die is naar Ajax toe. En wel terecht, kijk eens, want het is een topverdediger, een goede verdediger. Een goede speler, goede voetballer. Hier is Stijn Schaars. Ja, met zijn kauw of zo. Oh ja, nee. Oh ja, 6 minuten. Zo, wat een goede redding is. Die is nou naar Kamu, kijkers, ja. Verrassend. Wee boom. Wee yo. Nee, wee yo. Lion. Nee, yo. En Blassie. Rienstra. Zo grijpt Heerenveen de mogelijkheden om een voorsprong te komen. Goed gedaan door Flap. Flap, sap, flap, pap, nee. Heeft hier overzicht. Flap, sap. Dos Santos. Breukers. Cuba's! Oh ja, wist je nog kijkers? Ah, dat was zo leuk. Wat ben je eigenlijk goal? Kik, Piri, nee! Ja. En nu is het helemaal donker daar. Kik, Piri, nee! Oh ja, 2-1 was dit. Peterson half en Babo! Die speelde gisteren met FC Utrecht tegen Vitesse. Adrian Babo! Dus dat recht hoort dat hij daar nog doet. Zo warner aan, goed ingeschoten. Kijk eens, ja. Jullie zien het ook. Ajax om 14:15 om 14:30. Dat had ik al verteld, hè. Dit werd helaas geen 2-2, maar dit werd 2-1. En in augustus nam Heerenveen een revanche met maar liefst 0-4 maar liefst. Ja, nee! Oh, wat een domme schip. Oh, corner. De keeper heeft hem. Kijk eens, ik mis het in seizoen 2018-2019. Het was mijn droomseizoen van alle tijden. Gewoon kijkers van het droomseizoen naar nachtmerrie, kijkers. Hoe is het mogelijk, kijkers? Gewoon van het droomseizoen kijkers naar een nachtmerrie seizoen. Het is echt verschrikkelijk. Het is echt pijn in mijn buik. 2 keer op de gas moet reageren. Als Sparta het uitzicht wil, moet ik foto's bekijken. Bij Utrecht moet ik de gas op video kijken. Nou, gelukkig speelde Utrecht is het thuis. Nou, dat was ook logisch, kijkers. Want Vitesse heeft gewoon geel-zwart en dat is een raar. Ja, man. Van Bergen nog? Oh, en jammer. En nee, Heracles heeft die bal weg. Ja, ik vind het gewoon leuk op deze wedstrijd. Maar het is een beetje raar. Heerenveen in de blauw-wit, kijkers. Hier, beide hebben toch wit. Dus daarom zie je nog geen verschil op. Of zo. Sam Lammers. Van Bergen. Komt hier de 2-2? Nee, ja, dat is komt hier de 2-2? Nee. Nou, met nog 2 minuten te gaan. Dorsby, weer een kans.
Kijk eens! Lijkt wat. Hé! Ik heb iets aan mijn schouder, kijk, maar ik weet niet meer wat het was. Ik ga even kijken. Dat is. Bij mijn schouder. Oh, kijk eens. Dat doet gewoon een beetje pijn. Dat doet een beetje pijn. Nee! Ah, jammer zeg. Kijk eens, dit was het einde van Heracles Heerenveen. Ja, helaas hebben ze dat niet gehaald. Volgens mij hebben ze 51 punten. Kijk eens, hier Heracles staat niet ook in de middenmoot. Lijkt als Sparta gewoon failliet moet gaan. Ik ben er nou een beetje klaar met dat Sparta hoor. Kijk eens, die gaan toch degraderen. Ik ben bang dat ze erin blijven, kijkers. Nou, dan moet de Graafschap terugkomen, kijkers. Anders mag de Eredivisie gloop worden. Dan mag porno voor in de plaats. Dikke vette pies. Tot de volgende keer.